Noord-Italië is voor Nederlanders natuurlijk bekend als zijnde een populair vakantiegebied. Maar Noord-Italië staat bij meteorologen juist bekend om het voorkomen van hele zware onweersbuien. En dat is ook vandaag het geval. Momenteel zijn er twee onweerscomplexen actief. Enerzijds eentje boven de Alpen en een andere aan de andere kant van de Adriatische Zee, boven Slovenië en Kroatië. En beide onweerscomplexen kunnen lokaal toch voor flink heftig weer gaan zorgen. Een eerste onweerscomplex boven de Alpen, die is daar momenteel aanwezig en die trekt heel langzaam naar het oosten toe. En die bevindt zich nu boven Lago Maggiore. Die trekt uiteindelijk geleidelijk richting het oosten, komt een beetje van de Alpen af, maar neemt onderweg dus wel het Gardameer mee en komt onderweg uiteindelijk bij Venetië uit. En dat zal waarschijnlijk later vandaag gebeuren. Die buien die daar vallen, die kunnen gepaard gaan met hevige regenval, zware tot zeer zware windstoten en ook grote hagelstenen. En je moet je voorstellen, omdat die buien dus in het Alpengebied vallen, dat je ook bedacht moet zijn op lokale overstromingen. Je kunt op een plek zijn waar een bui dus niet is gevallen, maar er valt een bui een stuk bovenstrooms van een klein riviertje, dan kan dat kleine riviertje in heel korte tijd veranderen in een bulderende rivier. En op dat moment wil je dus echt als wandelaar niet bij zo'n riviertje in de buurt zijn. Aan de andere kant, boven onder andere Slovenië en het uiterste oosten van Kroatië, vlakbij Zagreb in de buurt, daar kunnen in de loop van de dag ook zeer zware onweersbuien vallen. De onweersbuien die daar nu actief zijn, die worden in de loop van de dag alleen maar zwaarder, omdat de lucht waarin ze komen steeds warmer en vochtiger wordt door het opwarmen van de zon natuurlijk. Die onweersbuien gaan nu al gepaard met heel veel onweer. Er zijn ook al meldingen van flinke hagelstenen geweest en ook daar komen waarschijnlijk zware tot zeer zware windstoten voor. Dus ook in die regio's moet je in de loop van de dag bedacht zijn op het voorkomen van een korte tijd heel heftig weer.